Mary Borsato, de moeder van de bekende zanger Marco Borsato, heeft zich onlangs uitgelaten over de moeilijke omstandigheden waarin haar familie zich bevindt. Ondanks haar gebruikelijke terughoudendheid, sprak ze openhartig in een interview met Show News over de impact van de situatie op haar gezin. Mary Borsato benadrukt dat haar familie momenteel door een zware tijd gaat, die volgens haar voelt als een vorm van kanselcultuur. Ja, wij zijn nu ook gekanseld. We ervaren de gevolgen allemaal, maar we blijven vastberaden. We houden onze rug recht en geloven dat alles weer goed zal komen, verklaart ze. Haar optimistische houding helpt haar om door te gaan, waarbij ze elke dag als een nieuw begin beschouwt, positief blijven en elke dag weer opstarten houdt me op de been. Hoewel ze aanvankelijk terughoudend was om over de zaak van haar zoon te praten, deelde Mary toch enkele details. Ze benadrukte dat de familie in een sterke positie verkeert, maar dat ze afwachten wat de toekomst brengt. Mary uitte haar bezorgdheid over de lange wachttijd voor de rechtszaak en beschouwt dit als bijzonder ernstig. Het is misdadig dat iemand zo lang moet wachten. Het is echt heel ernstig. Marco Borsato wordt geconfronteerd met ernstige beschuldigingen van ontucht, waarvoor een vrouw, die destijds 22 jaar oud was, in december 2021 aangifte heeft gedaan. De vrouw beweert dat zij op minderjarige leeftijd onzedelijke handelingen heeft ondergaan door de zanger. Tot nu toe is nog onduidelijk wanneer de zaak daadwerkelijk zal worden behandeld.